ben vandaag aangekomen bij Fort Vuren. En waar is dit fort eigenlijk onderdeel van? Dit is een onderdeel van de Nieuw-Hollandse Waterlinie. Een hele mooie, prachtige lijn van het Zuiderzee, zoals vroeger heette, naar de Biesbos. Dat was een verdedigingslijn. Een heel mooi, oud defensielijntje wat in de jaren eind 90 weer ontdekt is. Waarvoor was die waterlinie eigenlijk? De waterlinie was ter verdediging. Hè. Wij zetten de boel het oosten onder water. En dat deden we om de Pruisen en de Fransen tegen te houden. En dan kreeg je een soort merensysteem aan het oosten. En dat moest dan het rijke westen moest dat verdedigen. En hoeveel forten zijn er? Nou, rond de 60 zo'n beetje. Grote, kleintjes. Wat is zo bijzonder aan dit fort? Torenfort, dus een rond fort. En die staan eigenlijk alleen maar bij de rivieren. En dat zijn torens. Je staat nu eigenlijk in de gracht. Vroeger was dit de gracht. Het is opgehoogd om dit weer te verdedigen, want die torens werden kwetsbaar. En toen hebben ze allemaal weer dit gebouw, een contrescarp, hebben ze er aan vastgezet. Soms aan vast, hier staat hij los. Dat is overal wisselend. En wanneer zijn die forten precies gebouwd? Deze is rond 1848, is de eerste grote lijn. Mm-hmm. De herstel van dit is al in 1878. En er zijn ook forten die zijn wat later gebouwd. Met name rond Utrecht is allemaal wat later. Kijk, we hebben hier de herberg waar we vroeger zijn begonnen. Heel klein, heel simpel. En dan hebben we hier alle bed en breakfast. En het logement. Kijk, dit is een hele simpele, maar prachtig. Alles wat je moet hebben is hier aanwezig. En hier kan je met 4 mensen kan je overnachten. En je hebt hier een prachtig, klein, gezellig boudoirtje. Waar je met nog een ouderwetse houtkachel ook nog warm kan stoken. Kom maar langs, hier. Dat is een uitnodiging. Ja, ja absoluut. Nou heb ik begrepen hè, dat op een gegeven moment die waterlinie af was en dat die toen niet helemaal meer nodig bleek te zijn. Ja, maar dat is logisch. De tijd is zo snel gegaan. Hij heeft nog zeker van tot 1900, 1920 heeft hij angst ingeboezemd. Ja. Maar ja, toen kwam het vliegtuig en toen ging men zelfs mensen uit het vliegtuig gooien. Dus men kon achter de linies komen. Toen was het verhaal eigenlijk over. En toch heeft hij nog officieel tot 1954 bestaan. Dus het idee. Er zijn ook wel verhalen van historici die zeggen de Eerste Wereldoorlog hebben we hier niet gehad. Omdat die Duitsers die wilden niet die dat water over. Die zagen er echt tegenop. Dus het is net het verhaal van de kruisraketten. Het is afschrikking geweest eigenlijk. En dat heeft wel gefunctioneerd. Maar goed, of het wel zo is of niet zo is, maakt mij niet uit. Ze hebben er prachtige gebouwen aan overgehouden en dat is leuk. En hoeveel mensen kun je hier nou kwijt? Wij kunnen totaal 12 mensen kwijt in verschillende kamers. Kunnen niet bij elkaar. En je kan hier ook nog met een klein tentje kamperen. Dus dat is eigenlijk heel ideaal voor iedereen. Dan heb ik nog één vraagje. Wat kunnen mensen hier in de omgeving nog doen? Hier, heerlijk genieten op het terras, gewoon rust. Wij zijn typisch een fort waar we voor kiezen om gewoon wat rust te hebben. En we hebben vaak wel in de juli maand en in de september maand hebben we muziek. Dan hebben we akoestische muziek. Nou, dat is beren gezellig. Dat is ook rustig. Dat is beschaafd voor de mensen. Dat vindt men ook heel leuk. Over het fort in volle glorie alle bloemen. En hier zie je dan de gang. Je ziet daar jouw eigen verblijf. Dus het is, en daar loopt mijn maquette. Dag! Als een van de weinigen hebben wij hier die bliksemafleiders. En die hebben erop laten staan. Die zijn ook gerestaureerd. Want dat is een teken van de tijd. Dus die waren er al dus? Die waren er, maar die waren helemaal verrot. Maar die hebben we opnieuw neergezet met nieuwe palen. Om gewoon te laten zien, dit is iets van de 70e jaren. Toen dacht men dat de kruisraketten lagen, atoomkoppen lagen, maar het waren gewoon panzerkoppen. Die moesten beschermd worden tegen onweer. En dan krijg je deze vorm, die is gewoon mooi, die moet je bewaren. Ja. Nou, wel echt een project om trots op te zijn. Als je nou hier staat en je ziet hoe mooi het is,
En als je ziet die mensen, we hadden nou een groep en die had hier een feestje, maar dan zo leuk en zo raar weer. Dan denk je, ja, dat is geweldig, hier kan dat. Mensen zijn vrij, kunnen hier doen wat ze willen. En daar geniet ik van.